Ouwehand, Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Ja, als de varkens in de stal staat en de staatssecretaris zegt, dan wordt de ammoniak afgevangen. Dat gaat wel aan de hand van luchtwassers die weer heel veel energie verbruiken. Dus als je die duurzaamheidslast er weer aftrekt, dan schiet je per saldo nog niks op. Maar wat ik de staatssecretaris wil vragen is of dit nu niet juist illustreert dat als je aan de randen van dit systeem probeert iets te doen voor dierenwelzijn of iets voor duurzaamheid, dat je eigenlijk geen stappen maakt. En dat het dus van belang is om de randvoorwaarden goed te stellen. Dierenwelzijn is een randvoorwaarde, duurzaamheid is een randvoorwaarde. En dan kijken naar hoeveel ruimte is er dan voor de veehouderij. Als dat duidelijk wordt, dan kunnen we met z'n allen spreken over de tussenstappen die gezet moeten worden en het tempo dat we daarin kunnen maken. Maar we weten wel waar we heen gaan. En helpt dat niet om iedereen die in de sector werkt en ook iedereen die zich zorgen maakt over dierenwelzijn en duurzaamheid duidelijk te maken, hier gaan we heen. Voorzitter, ik denk het belangrijkste is dat de richting duidelijk is en de richting, volgens mij, die de afgelopen jaren is ingeslagen, is onomkeerbaar. De samenleving zal ook niet meer accepteren dat we weer terug zouden gaan. De consument zal ook niet accepteren dat het terug gaat. De richting is onomkeerbaar. Die gaat uit van meer dierenwelzijn, meer duurzaamheid. Waar je dan precies uitkomt, dat is natuurlijk ook iets wat zich gaandeweg ontwikkelt. Ook opvattingen veranderen daarover. Toen u 10 jaar geleden uw partij in de Kamer kwam, zullen de opvattingen waren anders dan vandaag de dag. Daar heeft u ongetwijfeld ook een bijdrage aan geleverd. Dus die opvattingen veranderen in de tijd. Dus er is ook niet een duidelijk, denk ik, niet een duidelijk eindplaatje. Ik denk alleen dat de beweging die is ingezet, die ook maatschappelijk ook gedeeld wordt, zie ook de forse toename van de koop door consumenten van producten die op een duurzame wijze zijn geproduceerd, die met respect voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. Dat gaat op dit moment ongelooflijk hard. Dat betekent dus ook dat iedereen die werkzaam is in deze sector weet wat de richting is waarin die moet gaan. Hoe ver die beweging gaat doorzetten en welke eisen we uiteindelijk als samenleving ook zullen stellen over 20 jaar. Want je hebt het over transitie, denk ik, die echt een lange tijd gaat beslaan. Ik zou daar op dit moment niet de voorspelling aan durven wagen. Ik durf wel te zeggen dat het zo door zal gaan. Vaarwand. Ja, voorzitter. Kijk, het verschil is dat de staatssecretaris op de lijn blijft zitten waarin er wel veel dingen gebeuren, maar er weinig verandert. En de Partij voor de Dieren vraagt om duidelijkheid over waar het heen gaat. Het burgerinitiatief, dat 10 jaar geleden het eerste burgerinitiatief was dat hier behandeld werd in de Kamer, had al die randvoorwaarden uitgerekend. Milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn, voedselzekerheid. Dat betekent een krimp van de Nederlandse veestapel met 50%. Er lagen goede wetenschappelijke onderzoeken aan ten grondslag. Zo'n uitspraak zou de staatssecretaris moeten doen. Daar gaan we heen. Dan maken we het voor iedereen werkbaar. Verdient de boeren goede boterham, kwaliteitsproductie, borgen we dierenwelzijn en dienen we duurzaamheid. Zo'n eikpunt, dat moet er komen. Ja, voorzitter, dit is wel een beetje wat ik eerder bedoelde. Het is pas goed genoeg als je zegt de Nederlandse veehouderij moet gehalveerd worden. Dan is het goed genoeg. Ik geloof niet dat dat helpt in de ontwikkeling waar we middenin zitten. Ik geloof ook niet dat het helpt in de discussie die we ook hebben met de veehouderijsector. Je ziet dat het stap voor stap gaat. Kijk naar de ontwikkeling in bijvoorbeeld kip en varkensvlees. Varkensvlees ligt er nu zo ongeveer. Liggen er bijna alleen nog maar producten in de grootste supermarkten die voldoen aan 1 ster Beter Leven keurmerk. Kip heeft stappen gezet, niet die stap, maar wel stap naar een ras wat langzamer groeit dan het ras wat eerder gebruikelijk was, wat u altijd plofkip noemt. Heeft stappen gezet. Beide zorgen ervoor dat vlees iets duurder is geworden. Maar een stap kennelijk die voor consumenten niet zo groot is geweest om uit te wijken naar andere winkels en om op een andere plek zijn vlees te kopen. Ik denk dat de ontwikkeling op deze manier zal gaan. In stapjes die de consument meemaakt. Als je in 1 keer hele grote stappen zet, creëer je ook ruimte in de Nederlandse markt voor partijen die zeggen, wij doen hier niet aan mee. Wij kopen gewoon vlees in het buitenland en dat gaan we op de Nederlandse markt brengen. Ik denk dat is precies het risico waar je voor staat. Je moet dit stap voor stap de goede kant uit laten gaan. En dat is volgens mij precies wat er gebeurt op de binnenlandse markt. Dan is een tweede is, we
produceren ook heel veel voor de buitenlandse markt. Daarvan hebben we ook gezegd, ik denk dat Nederland is niet uniek. Nederland is geen eilandje in de wereld waar als enige land waar gesproken wordt over dierenwelzijn of duurzaamheid. Het gebeurt in Duitsland, het gebeurt in Denemarken, het gebeurt bijna overal in Europa. De VS is de grote beweging. Zelfs in Aziatische landen kom je tegen. Waar dat eerder ook niet een issue was zoals hier bij ons. Dit is een trend die internationaal gaande is, die niet stopt. En dat betekent dus dat je ook voor je export moet gaan zorgen dat je markt hebt voor concepten die voldoen aan meer dierenwelzijn en meer duurzaamheid. Mevrouw Dikfauer. Ja, het is niet dat ik u de discussie wil onthouden, mevrouw Ouwe, maar u gaat niet bij elkaar komen. Dat weten we allebei, toch? Mevrouw Dikfauer, ChristenUnie.